kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik de Finaste adventskalender unboxen. Je spreekt het dus uit als Finaste. En Finaste is een sieradenmerk. En zij hebben dus een adventskalender. Ik heb hem vorig jaar ook unboxed. En dit jaar hebben ze hem weer. En eerlijk, de adventskalenders zijn echt heel erg goed van Finaste. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar die van dit jaar. Dit jaar zijn er 11 doosjes, want het zit ook echt in een sieradendoosje. Kijk, je ziet de reflectie van de ringlamp. Maar echt heel mooi. En het zit er ook echt op gegraveerd. En je kan kiezen voor goud of zilver. Dus ja, ik heb gekozen voor goud. Ben jij benieuwd wat er in de Finaste adventskalender zit? Blijf dan zeker kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel beginnen met de unboxing van deze adventskalender. Oké, voor we gaan beginnen met deze video heb ik heel wat items binnengekregen van Lily Silk. Dus dat wil ik even met jullie unboxen. Lily Silk, mocht je het niet kennen, prachtig merk. We verkopen eigenlijk van alles. Van silk pillowcases, dus echt van die zachte zijde kussenslopen, tot aan kleding, tot aan sport-BH's en gewoon chill kleding. Het is echt ideaal en de kwaliteit is onwijs goed. Ik heb al vaker samengewerkt met Lily Silk en dit is dan ook weer in samenwerking met Lily Silk. Ik wil even laten zien wat ik heb besteld. Oké, in november en december heeft Lily Silk 25% korting op alles. Gewoon de hele webshop 25% korting. Maar met mijn code krijg je 12% extra korting boven de korting die er dus al is. En dat is met deze korting, Floor 12. Dus met Floor 12 krijg je 12% korting bovenop de sale die er dan al is. Maar dan heb ik nog een extra korting. Want mocht jij nou meer dan €199 uitgeven, dan kun je met deze code, Floor 15 of 15% korting bovenop je order krijgen. Ik zal het ook allemaal even in de beschrijving zetten. Het zijn veel kortingscodes, maar echt vet veel korting dus in november en december. Vooral met mijn code er nog bij op. Maar goed, ik zal de items en alles in de beschrijving linken. Dan kun je dat na deze video terugzien. Maar het allereerste item die ik wil laten zien is deze prachtige trui. Hoe mooi is deze trui? Heel mooi dik stofje in het wit en met zwarte strepen. De mouwtjes zijn omgeslagen en het is ook echt een zware kwaliteit. Dus het is echt een prachtige mooie kwaliteit trui. Deze heb ik in een maatje S. Dan heb ik ook een broek. En die heb ik nu aan. Deze broek, hier leef ik in de afgelopen tijd. Deze broek is geweldig. Het is wel van cashmere stof. Dus dat is wel echt prijzig. Maar die kwaliteit is niet normaal. Hij is super zwaar. Prachtige mooie chocoladekleurige broek. Hij heeft ook zakken en wijde pijpen. Nou, echt zo'n stretchband. Ja, ik leef in deze broek. Dan heb ik nog iets anders. En deze heb ik ook al in het zwart. Namelijk een hele, hele fijne, ja, BH, sport-BH, chill-BH, wat jij wil. Het is dus naadloos, dus dat kun je ook wel zien. Ik heb hem in een lila kleur. Er zitten patches in, die kun je uithalen. Je krijgt er ook nog extra patches bij. Maar dit is echt heel erg fijn om ook in te chillen. De stretch is niet normaal. Kijk, zo ziet hij eruit. En dan heb ik nog twee kussenslopen. Het wordt ook allemaal zo mooi verpakt in een beige zijde kleur. Echt prachtig. Dit is ook super goed voor je haar. Dan gaat het namelijk niet van pluizen. Kijk nou hoe mooi dit stofje is en deze kleur. Vergeet dus de kortingscode FLOOR12 niet voor 12% korting bovenop de sale die er al is. En mocht je nou meer uitgeven dan €199, gebruik dan de code FLOOR15 of voor 15% korting boven je hele order. En dan gaan we nu snel beginnen met de Finaste adventskalender. Oké, de Finaste adventskalender heeft een waarde van meer dan €200. En hij is dus nu in de sale voor €50. Dus ik zal hem in de beschrijving linken. Laten we gewoon snel beginnen met het eerste vakje. Het eerste doosje zit hierin. Ik ben onwijs benieuwd. Oh, dit is een ring. Kijk, dit is hem. Prachtige details. En ik hou van ringen met een diamanten randje. Of een diamanten randje met een diamant steentje. Hij is verstelbaar. Ik heb dus een gouden. Oh, ik vind het heel mooi. Ik ga hem omlaten. Kijk nou. Hoe mooi ook met de oorbelling nu in, hè? Oh, prachtig. Wauw. Ja, ik vind deze echt geweldig. Door naar doosje 2. Die zit ernaast. Oeh, deze is heel schattig.
Oh, deze vind ik ook leuk. Ik denk dat het een armbandje is met een goud hartje. En toevallig had ik al zo'n soort gouden armbandje ook met een hartje. Maar die is dus laatst kapot gegaan. Dus hoe chill komt dit dan uit? Of is het een ketting? Het is een ketting. Ik zeg wel armband, het is een ketting. Oké, zou ik hem even omdoen? Oh, ik vind deze wel heel mooi subtiel. Oké, ik heb wel een kool aan. Dus dat is natuurlijk ja, niet zo mooi met zo'n subtiele ketting. Dit is de ketting. Heel cute. Het is wat niet zo lang, wat subtieler, maar ik vind hem wel heel schattig. Oké, so far so good. We gaan naar doosje 3 en dat is een groot doosje. Zou dit een armband of een ketting zijn? Dit is een armband. Oh ja, deze vind ik eigenlijk ook wel heel mooi, maar... Oh, deze past trouwens heel goed bij de ring. Ik vind hem toch wel mooi. Maar ik denk dat ik deze aan mijn schoonmoeder ga geven. Zij is gek van dit soort armbandjes. Dit is hem dan. Ja, dit is wel heel erg leuk. Past ook goed bij de ring. Maar ik ga deze weggeven. Ik vind hem wel heel erg mooi. Maar ik weet dat zij deze geweldig gaat vinden. Oké, dan komen we aan bij 4. En die zit hier bovenin. Het zit eigenlijk wel op volgorde. En 4 is... Oh nee. Nee, dit vind ik helemaal niks. Dit zijn... knopjes, oorbellen, maar dit zijn van die slangen. Ja, daar heb ik helemaal niks mee. Maar goed, deze kan ik wel ook aan iemand geven, weggeven. Dit is echt niet mijn smaak. Doosje 5. Oeh, deze vind ik heel schattig. Dit is hem. Ik denk dat het een armband is. Ja. En dan met bloemetjes van die madeliefjes en dan met een zwart steentje erin. Ik moet zeggen dat ik de zwart in gouden sieraden heel erg hard vind. Ik had laatst ook van die gouden oorbellen besteld met zwarte in. Uiteindelijk toch niet mooi, dus toch weggedaan. Maar ik denk dat dit wel subtiel is, dus dat dit wel mooi kan zijn. Oh ja, ik vind deze heel schattig. Kijk nou, hoe leuk. En dan deze erbij. Ja, ja, ik vind deze heel leuk. Ik ga deze ook omdoen. Nou kan ik dat echt niet bij mezelf. Ik weet niet hoe dat kan. Heel veel mensen kunnen het wel, maar ik kan dat niet. Ik kan geen armbanden bij mezelf omdoen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. 6. Weer een ring. En dit is een hele mooie gouden. Wel subtiel, maar wel twee laags. En deze is ook verstelbaar, dus dat is wel echt ideaal. Die doe ik om deze ringvinger. Ja, ik vind deze niet zo boeiend eigenlijk. Dit is niet helemaal mijn stijl. Ik moet zeggen, ik heb altijd heel veel ringen om. Toevallig nu niks. Maar als je heel veel ringen om hebt, dan is zo'n basic wel altijd handig en leuk. Maar... ja, nee, niet helemaal. Ik vind deze echt prachtig. Oké, ik ga door naar 7. En dat is een hele grote. Zou dit dan... Ik ga niet gokken. Gewoon kijken. Oh, dit zijn oorbellen. En die passen heel erg leuk bij dat armbandje. Oh, ik vind deze heel gaaf. Dit is toch leuk? Ook een beetje zo'n, ja, klavertje 4-achtig. Heel groot. Ik vind deze echt onwijs gaaf. Hier ben ik heel blij mee. Deze vind ik leuk. Door naar 8. Dit is ook weer een armbandje. Maar deze... Oh, deze paste heel erg leuk bij de oorbellen die we net hadden. Dit is het armbandje. Eén zo'n klavertje 4 noem ik het maar. En de achterkant is dus... Nou ja, niet zwart of zo. Dat lijkt nu zo door dat stoffen dingetje. Maar het is gewoon doorzichtig, zeg maar. Er zit niks. Dus alleen de omleiding is goud. Dat vind ik wel heel mooi subtiel. En hoe vet ook met die oorbellen. Oké, tot nu toe vind ik hem erg leuk. We gaan door naar vakje 9. En ik hoop nog een ketting of zo. Vakje 9 is erg groot dus. Deze heb ik. Ik vind deze prachtig. Oh, wacht. Ik moet eerst kijken voor ik iets zeg. Dit is de ketting. En oh mijn god, deze is zo mooi. Toevallig heb ik het armbandje nog van vorig jaar. Daar zijn al een paar steentjes uit. Maar die heb ik echt elke dag omgehad. Maar dit is dus de bijpassende ketting. Ik vind deze zo mooi. Ja, je ziet, het is heel moeilijk om te laten zien. Maar er zitten dus allemaal zilveren diamantjes aan. Het is echt prachtig. Ja, ik vind deze echt geweldig. En hoe leuk dat hij nu past bij mijn armbandje. We gaan door naar het één na laatste doosje. En dat is 10. Die zit helemaal onderin. En het zijn... Het is een ring. En deze vind ik dan wel weer heel leuk. Dit is de ring. Het is dus ook weer twee laags.
Maar ik vind deze wel heel erg leuk. Ook weer om te combineren met andere ringen. Hij is verstelbaar. Tijd om naar het allerlaatste doosje te gaan. En dat is 11. En 11 is een groot doosje. En het zijn... Oh, ik zie het volgens mij al. Oorbellen. Oh, het zijn oorbellen. Deze vind ik ook prachtig. Deze past ook zo mooi bij dit armbandje, bij de ketting die we hebben gekregen. Zoals je kan zien hou ik van die grote oorbellen met heel veel diamantjes. Heel leuk vind ik dit. Wauw. De achterkant is dus wel gewoon goud, maar de diamantjes zijn zilver. En hoe leuk om mee te eindigen, dus om dit met kerst dus in te doen. Nou, dat was alweer de adventkalender. Ik doe hem even dicht. Wat vind ik ervan? Ja, ik vind het een top adventskalender. De waarde is dus meer dan 200 euro. En je betaalt hier dus nu op dit moment, want hij is in de sale, 50 euro voor. En dan heb je 11 stainless steel sieraden. Ja, ik vind ze echt prachtig. Dus mocht je nog niet weten welke adventskalender je wil en je wil iets met sieraden, is dit wel echt een dikke aanrader. Ik weet natuurlijk niet hoe de zilveren variant is, maar ik heb de gouden variant gedaan. Maar dit is wel echt... echt heel erg mooi. En zoals ik al zei, ja, ik draag Finaste sieraden en zo ook echt het hele jaar door. En deze is gewoon nog steeds goud. Dus het verkleurt niet. Ja, ik ben er onwijs blij mee. En wat mijn favoriete item is, is misschien dan toch wel deze ring. Ik vind deze zo mooi. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze adventskalender vindt. Laat het even weten in de comments. Dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet de kortingscode van Lily Silk niet. Ik zou het even in de beschrijving linken. En ik zou deze adventskalender ook even in de beschrijving linken. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer. Doei doei!